Oh ja, Europees spelen, daar verwacht je altijd wel iets van. En ik denk dat we ook getoond hebben dat we het waardig waren om eventueel in de poules te geraken na deze partij. Ik kan je alleen maar stellen dat we alleen vergeten hebben het af te maken en dat we kansen genoeg hadden om, om bijna zeker te zijn om door te gaan. Maar de nul staat op het bord. Wat heel belangrijk is, is dat zij ook de nul hebben. En als wij hinder gaan scoren, dat we dan toch veel kans gaan maken. Ik denk dat we vooral heel veel dominantie getoond hebben vandaag. En ja, de kansen die we hebben, die gaan niet binnen. Dat is een beetje jammer, de efficiëntie voor het doel. Maar ik ben heel tevreden op de manier ook. Tweede helft, de combinaties, de beweging, de combinaties ook. Ja, dat je zegt van, we vonden telkens goed de vrije mannen. Het ging sneller of dat we in Eupen gespeeld hadden. En dat is ook nodig natuurlijk. En eigenlijk kwam Bordeaux niet op onze helft niet meer. En alleen spijtig dat je die overmacht niet omzet in een doelpunt. En dat is een klein beetje de enige domper op de prestatie, vind ik. Maar voor de rest ben ik toch heel tevreden over de collectieve prestatie. De veldbezetting ook, tactisch, hoe dat we ze opgevangen hebben. En we zijn eigenlijk nooit in de problemen gekomen.